Ik zie nog half in beeld. Heel hartelijk welkom vanavond bij Earth Matters Television. Echt eng, even in het Engels, hè. Welkom, ik ben Martijn van Staveren. En ik ben Arjan Bos, van harte welkom. Bij de uitzending van Crowdpower. Wij zijn nog steeds druk bezig, hè Arjan, op zoek en in het invoelen naar een passende naam. Klopt. Nou, het belooft in ieder geval weer een hele leuke, interactieve uitzending te worden met elkaar. We hebben vorige keer veel reacties ontvangen. En we gaan het vandaag weer hebben over de Matrix, hè? Matrix 2, als het ware. En ja, we laten het gewoon lekker gebeuren. Absoluut. Ja, de Matrix 1, die hebben we al behandeld. De hele Matrix-serie, dat is eigenlijk een allegorie. Het is een science fiction film. En een allegorie is een verhaal met een verborgen bedoeling. En die kun je heel metaforisch uitleggen. En je hebt er ook een aantal letterlijke ervaringen mee. Mm-hmm. En dus die mix die maken we in het programma. En als we even kort terugblikken op de vorige uitzending van de Matrix 1, en dan is de allegorie van de Matrix, dat is dat onze wereld onder controle is van verborgen occulte krachten. Mag ik dat beeld, jongens, van de PowerPoint? Ja, dankjewel. En dat het een gevangenis is waar we ons grotendeels niet van bewust zijn, maar ook een sleutel tot bevrijding toont. En elk deel die beantwoordt een andere vraag. Het eerste deel dat gaat over wat is de Matrix. Het tweede deel die gaat over waarom zitten we erin. En het derde deel die beantwoordt de vraag hoe komen we er weer uit. En in het eerste deel hebben we eigenlijk gezien dat wat is de Matrix? Dat is eigenlijk dat de mens een batterij is en die daar gehouden wordt door mind control. En dat die eigenlijk gevangen zit in de echte wereld als een... In een soort broedmachine. En dat door vanuit het hart te leven je daaruit kunt ontwaken. En deze aflevering behandelen we en de tweede, met de Matrix Reloaded. En die geeft antwoord op de vraag, waarom zitten we in de Matrix? En als je naar het begin van die film kijkt, dan zie je dat Trinity, dat staat voor liefde en het vrouwelijke, die wordt in het hart geraakt en die valt naar beneden. En Neo, die was in de vorige aflevering, in de eerste deel, was die ontwaakt uit de Matrix. En kon hij in de Matrix kon hij allerlei trucs doen. Codes waarnemen. Hè? Ja, inderdaad. Ja. En, maar nu slaapt hij weer. Hè? Dus, er is kennelijk nog meer voor hem om te weten. En hier zie je Zion. Hè? Dus dat is de laatste menselijke stad in de echte wereld. En in de Kabbalah dan staat het voor het spiritueel centrum van creatie en ook voor hoop op een betere toekomst. En als we de analogie nemen naar onze huidige samenleving, en dan zien we eigenlijk dat er een groep mensen is die in de know is, maar dat heel ondergronds is. En dus dat zijn dus in de wetenschap, maar heel erg ondergronds. Ja, absoluut. Ja. En Morpheus die houdt hier een hele krachtige speech. Die zegt van ja, de machines die hebben een leger en dat leger komt eraan. En wij moeten onze angsten voor laten gaan. Hè, want ze zijn er al duizenden jaren tegen ons aan het vechten. Maar we zijn er nog steeds. Dus wij moeten laten weten dat dit Zion is en dat we vooral niet bang zijn. Een hele krachtige speech die daar houdt. Dit is een plaatje van Agent Smith in de Matrix, en die kan zichzelf repliceren door zijn hand in iemands hart te steken. En dan zie je dat diegene helemaal zwart wordt, en als een soort black goo. En die neemt dat dan helemaal over, diegene wordt helemaal zwart, dat zwarte modder. Misschien eventjes interessant om daarop in te springen wat black goo is. Althans, van hoe het dan nu wordt genoemd en wat het zou betekenen. Black goo is een microbische nanotechnologische realiteit
die zich bevindt tussen de intermoleculaire ruimte, tussen de intermoleculaire, in de intermoleculaire ruimte in onze fysieke realiteit, wat we dus niet kunnen zien. En black goo is een soort kunstmatige intelligentie, dat is een, dus in het Engels artificial intelligence, ja. Die werkelijk het hele programma wat we dus denken waar te nemen, beïnvloedt en aanpast als het ware. Nou goed, daar komen we natuurlijk nog wel uitgebreid op dat onderwerp, maar dat is wel even belangrijk, want anders zou het kunnen zijn dat je denkt, ja, wat is black goo? Ja. Nee, heel goed hoor. Dat, maar goed, hij steekt zijn hand in zijn hart en die zwarte substantie die neemt dan diegene over. En dan vervolgens repliceert hij zichzelf daarmee. Ja. En dus dan wordt die nog een Agent Smith in de Matrix. En jij zegt even van, goh, dat is een artificiële intelligentie. Ja, maar als ik het verhaal van Harald Koutsvella goed begrijp, dan zegt hij ook van, ja, er zijn eigenlijk twee soorten black goo. Ja. Een originele black goo. En dat is eigenlijk als het geheugen van de planeet. En dat maakt dat het huwelijk tussen de geest en de materie mogelijk is op planeten. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk de Akashic Records. Daar is alles in opgeslagen, mm-hmm. Van alle levens wat daar plaatsvindt. En dat is een soort, ja, dat is de originele drager van bewustzijn. Het is het originele bewustzijnsveld waar het oorspronkelijke mensdom aan gekoppeld is. Mm-hmm. Dus dat heeft nog niet eens zozeer relatie alleen tot planeet Aarde. Het strekt zich dwars door alle dimensies en dwars door alle veldlagen, veldenergieën. Gaat het dwars doorheen. Dus het is iets dat is een oorspronkelijke code. En die oorspronkelijke code die heeft dus te maken met hoe wij in normaliter van oorsprong zouden hebben gereageerd en zouden hebben gecreëerd. Mm-hmm. En die code die is gebroken, maar nog wel steeds intact. En dat is juist ook zo interessant, omdat het namelijk onsterfelijk is, die code. En het is herschreven, het is overschreven. We zitten dus met elkaar in die realiteit nu, waarin de twee soorten datanetwerken, als het ware, elkaar raken. Wat heel interessant daarin is, is dat dat zich niet alleen in ons bewustzijnsveld voltrekt. Dus het is niet alleen hier op de aarde, maar het voltrekt zich in alle lagen van alle dimensionale beschavingen. Zo. En dat is een heel groot wereld, een kosmisch verschijnsel, waardoor het ook heel erg belangrijk is dat we alles gaan onderzoeken op het gebied van allerlei andere religies. Maar ook bijvoorbeeld, ik neem eventjes het Urantia-boek. Mm-hmm. Het is heel belangrijk om daar gewoon direct eventjes op in te gaan. Het Urantia-boek gaat er vanuit, of althans de leer daarvan, gaat er vanuit dat het niet de bedoeling is dat andere kosmische velden zich hier laten zien op de aarde. He, dus dat in feite, dat wij in een evolutieproces zitten, dat het andere lagen van bewustzijn zijn. Ja. Maar niets is minder waar. Het is zo dat de mens van oorsprong gecreëerd is om tegelijkertijd met al die beschavingen te kunnen communiceren. Dus ook met de engelenwereld, ook met de opgestegen meesterwereld. Mm-hmm. Dat is ons allemaal gegeven vanuit de schepping. En daar heeft dus een hack plaatsgevonden, een computerhack, door die black goo, die tot op deze laagste frequentie zijn werk doet. Oké. Ja. En black goo is een een naam die recent, vrij recent is opgedoken, of vrij recent. Ik denk dat volgens mij is hij nog niet ouder dan een paar jaar. Weet jij daar andere namen voor? Heb je daar andere dingen over gehoord? Ja, er wordt over gesproken in het universum, de zwarte zusters. De zwarte zusters, ja. Oké. En de zwarte zusters, dat betekent in feite het tegenovergestelde van de scheppingskracht van het universum, waarin het vrouwelijke centraal staat voor het kunnen voortbrengen vanuit liefde, vanuit samensmelting, dat de cellen zich kunnen voortproduceren vanuit de scheppingskracht. Mm-hmm. En dat is dus het proces. Dat proces is gebroken. Okay. En dat is omgezet in een kunstmatige intelligentie die belichaamd is door een externe technologie. En daar staat het mannelijke voor. Okay, dus we komen altijd weer op het mannelijke en het vrouwelijke terug. Maar het heeft niets met geslacht te maken. Het zijn gewoon twee polen. Het is een soort duale realiteit. Waarin er tussen het mannelijke en het vrouwelijke ook nog weer 18 verschillende gradaties zitten in de kunstmatige intelligentie. Hm. En dus ook de hele seksuele ontwikkeling, de revolutie die op planeet Aarde gaande is, is ook het ontsluiten van de code tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dus er gebeurt veel meer als wat iedereen vaak denkt. Ja. En dat is ook hartstikke goed dat er veel meer gebeurt. Want als alleen dat gebeurt wat wij hier op aarde denken, dan zou het redelijk saai zijn. Nou, voor mij is dat alles behalve. Het is alles behalve saai. Ja, inderdaad. En heb je met dit aspect van de Matrix ook een letterlijke ervaring? Ja, zeker. Kijk, ik heb in die lezingen spreek ik ook over een heel klein stukje eigenlijk, maar over de ontvoeringen. Mm-hmm. Maar dat heb ik nog helemaal niet belicht, want er liggen nog zoveel facetten in wat naar voren toe kan. En dat, er wordt niet altijd een dank afgenomen, maar het heeft wel te maken met onze creatiekracht. Mm-hmm. En dat heeft te maken letterlijk met onze scheppingskracht.
En ik ben betrokken geweest als kind, ben ik betrokken geweest bij het hele, zeg maar, Zwarte Zuster project. Maar in mijn scheppingskracht als wezen, dat heeft iets bij iedereen gelijkwaardig, hebben getracht te kopiëren, te klonen in een soort kloon van mijn lichaam. Dus hebben geprobeerd die code te breken, maar wel met mijzelf intact te houden. Mm-hmm. En het zijn behoorlijk heftige processen geweest. En als je dat helemaal gaat uitleggen, dan is dat redelijk thrillerachtig. Aan de andere kant, het is veel groter thriller als niemand het weet. Dus daar ga ik ook veel verder op in. Maar dat kan niet zo in zo'n uitzending als hier. Nee. Ik heb daar zeker heel veel ervaring in. En er zijn heel veel kunstmatige beschavingen en kunstmatige robotsystemen ook ontwikkeld. Die ook in de lichamen van de mensen in feite zijn ingebracht. En wij merken dat niet, omdat wij in onze fysieke lichaam zitten opgesloten. Mm-hmm. En wij zitten dus in die verdichting van de materie, maar in die 99% ruimte tussen de moleculen in, de intermoleculaire ruimte, daar bevinden zich 8 lagen van dimensies. Die, en dat zeg ik ook al heel vaak tegen mensen, de aankomende 1000 jaar wordt dat gewoon niet ontdekt, onze wetenschap. Mm-hmm. Omdat dat alleen lukt op het moment dat je in een breder perspectief durft te kijken als wetenschapper, dat alles een relatie met elkaar heeft. En dan komt je gevoelsbewustzijn dus ook om de hoek kijken. Ja. Maar het is een enorm grote, het is een invasiemacht in feite. En die black goo, dus de zwarte zusters, de grootste kracht van de black goo is de invasie op dit moment en de uitvoering door de illuminatiekrachten. Ja, dus er zijn groepen op de aarde actief, en dat kun je dus ook zien als de agents, die de programma's uitvoeren van die kunstmatige intelligentie. Er was laatst iemand die vroeg mij, en trouwens niet één persoon, maar meerdere mensen, van, goh Martijn, een mooie uitzending wat jullie daar hebben gemaakt met de Matrix. Mm-hmm. Maar goed, dat is een film en zo, en ik heb nu ook de film gezien. Maar ik vond die film heel erg, veel met hoop geschop en getrap en gesla. En is dat nu wat we ervan moeten verwachten? En dan zeg ik nee, kijk even tussen de regels door van het stukje toneel wat er natuurlijk wordt gespeeld. Het gaat echt om die boodschappen die we hier ook in de slide neerzetten. Ja. Het is een soort metafoor van de werkelijkheid waar we in zitten. Dus mijn boodschap naar thuis, en ook voor de mensen die er nog niet zo bekend mee zijn. En ook als je het later dus terugkijkt, want dit is nu een live uitzending, maar dat maakt helemaal niet uit. Mijn boodschap is eigenlijk van, tracht gewoon zoveel mogelijk informatie wat hier voorbij komt en wat er in jezelf dus naar boven komt, om dat dan ook terug te koppelen naar je dagelijks leven. Dus probeer zoveel mogelijk te herkennen in je eigen dagelijks leven. Dat is heel fijn. Dan ga je hele simpele, onbeduidende zaken, ga je in één keer de essentie en de belangrijkheid van inzien. Ja. En ook je eigen gevangenschap daarin en daardoor ook je eigen bevrijding, zeg maar. Ja. Dus, Oké. Okay. In de volgende slide zien we de Seraf. Dat staat eigenlijk voor de Serafim. En Neo die ontmoet daar het Oracle. En die zegt tegen hem van, we kunnen niet achter de keuzes kijken die we niet begrijpen. En je bent niet hier gekomen om te kiezen, want dat heb je al gedaan. Je bent hier om te begrijpen waarom je de keuze hebt gemaakt. En Neo die zegt dan van, goh, wat als ik dat niet kan? En de Oracle zegt dan van, goh, dan gaat Zion verloren. Dus je moet naar de mainframe van de machine gaan en daar heb je de sleutelmaker voor nodig. En verderop krijgt hij een gesprek met de maker van de Matrix. En die maker van de Matrix die ontdoet het Oracle eigenlijk van datgene wat Neo denkt dat zij is. Namelijk daadwerkelijk een oracle van waar, die boodschappen krijgt van de originele wereld. Maar in The Matrix 2 wordt duidelijk dat zij onderdeel is van het programma, onderdeel is van de Matrix. Met een hoop, dus eigenlijk bedoeld om ons ook onder controle te houden. Ja. Ja. Belangrijk daarbij is het wel om te beseffen dat de Matrix natuurlijk een uitbeelding is. Om iets op gang te brengen bij ons, in ons onderzoek, en daar gelijkenissen in te vinden. Aan de andere kant, de Matrix is een hele eenvoudige weergave van een gigantische, complexe, multidimensionale realiteit. Want de realiteit waar wij nu in zitten, dat is in de Matrix, dus de Matrix op zich, is al een kloon van een geïnfaseerde realiteit. Dus er zit een soort borging achter deze realiteit, die in een fractie van, als we het in tijd zouden uitdrukken, net niet synchroon lopen met elkaar. En daar komen dus ook de déjà vu's vandaan van de mensen. Mm-hmm. Dat je ergens iets herkent. Je zet je kopje koffie neer en dat beeld van het kopje koffie herken je. Van, verrek, dit beeld, dat is bekend. Ik kom precies
dit heb ik eerder gedaan. En volgens kan het ook nog gebeuren dat je niet uit dat moment gaat. Hè? Mm-hmm. Dat je in dat moment blijft zitten. En dan kan het ook nog zijn dat je kunt voorspellen dat er nog een auto de hoek ontkomt. En dat er iemand met de fiets tringelt. Dus dat, er zitten verschillende lagen. Dat zijn parallele realiteiten. Liggen er over elkaar heen. En de inhoud van die realiteiten zijn identiek aan elkaar. Alleen ze lopen niet synchroon in tijd. En dat is bewust gedaan om ons creatievermogen, omdat die lagen over elkaar heen horen, exact gecenterd te zitten. Mm-hmm. Dat die creatie, dat zijn dus 8 lagen, hetzelfde als die 8 interdimensionale ruimtes, die horen synchroon met elkaar te lopen. En daar zitten wij in ons volledige creatievermogen in het 5e dimensionale bewustzijnsveld. Dus zijn we het eigenlijk alleen nog maar van een heel klein laagje. Ja, dus, en dat is waar de Matrix dus over geschreven is. Dus alle lagen die daar nog bij zijn, die worden niet eens besproken. Nee, zo fantastische wezens zijn wij. Ja, ongelooflijk. En waarschijnlijk, tenminste, laat ik dat een vraag stellen. Is het dan ook zo dat, we hebben het hier over een artificial intelligence, een kunstmatige intelligentie, dat er veel meer kunstmatige intelligenties zijn? Of is dit wat dat Black Goo of die zwarte zusters vertegenwoordigen, is dat een soort cluster van artificial intelligence? Hoe moet ik dat zien in dit perspectief wat je net schetst? We zijn globaal, grofweg gezegd, om een beetje splitsing te maken. Je hebt de interne realiteit van schepping. Dat is vanuit het hartsbewustzijn. Daar doe je je ogen bedicht en dat is de stilte en de sereniteit. Vanuit dat stuk, dat kennen veel mensen, kun je dus scheppen. Kun je creëren, invloed hebben op de werkelijkheid. En je hebt de externe realiteit. Dat is dus wat we denken dat er van buitenaf naar binnen komt. Aan elektrische signalen waardoor je denkt dat je iets ziet, een bepaald beeld. Maar in feite wordt dat niet door de omgeving opgebouwd, maar wordt het ingevoegd in ons neurologische systeem. Elektrische signalen waardoor onze hersenen iets waarnemen van buitenaf, wat van binnenuit wordt geproduceerd. Dus je hebt een interne en een externe realiteit. Binnen de externe realiteit, dus dat zijn dus de prikkels van buitenaf, die dus in jezelf aanwezig zijn, in je vermogen van je fysieke lichaam, daar spelen artificial intelligence bewustzijnsvelden eigenlijk spelen daarin. Dus kunstmatige realiteiten. En die kunstmatige realiteiten die komen helemaal niet uit deze dimensie. Mm-hmm. En die komen uit compleet andere bewustzijnsvelden. En die bestaan uit verschillende beschavingen die erachter liggen, die onder controle zijn gebracht. En dat klinkt allemaal heel spooky, maar je vraagt me ernaar, dus ik geef daar dan ook antwoord op. Het is zoals het is. En die staan onder controle van een andere kunstmatig veld. En ik ben ook bezig met het model om dat goed uit te werken. Maar als je dat helemaal doorloopt, en dat is juist het interessante ervan, als je dat helemaal doorloopt en je gaat dwars door die lagen heen, dan wordt er wel wat van je gevergd, maar dat kunnen we dus allemaal, dan kom je uiteindelijk uit bij het oorspronkelijk mensdom. Okay. En daar is er iets in het oorspronkelijk mensdom gebeurd, wat we hier op dit moment, terwijl we hier met elkaar staan, en jullie thuis zitten te kijken, of op je werk, of vanuit je bed, hè, dan kom je dus op die punt uit dat er, terwijl we hier dus naar kijken, precies hetzelfde zien gebeuren om ons heen. Alleen in een ander bewustzijnsveld. En dat betekent, je ziet hier op de aarde een soort groep ontstaan van externe technologie en de interne technologie. Dus wat hier nu gebeurt in een hele simpele realiteit, is in het oorspronkelijk mensdom, waar we supervermogens hebben, echt scheppende wezens zijn, heeft daar ook plaatsgevonden. Alleen we hebben het zelf gecreëerd. Dus we zijn daar op zoek gegaan om onze maximale vermogens te vergroten. En daar is een tweespalt ontstaan. En dat komt omdat we zijn opgebouwd uit 13 verschillende dimensionale veldenergie, oftewel 13 verschillende superrassen. Dus we zijn een combinatie van heel veel verschillende ervaringen en heel veel verschillende dimensionale rassen, zeg maar. Dus er is een besluit ergens genomen, en dat zit ook best wel complex in elkaar, en dat kan ook heel vermoeiend zijn om je daarmee bezig te houden. Maar ja, goed, als je niks wilt weten, dan hoef je ook niet na te denken. Andersom is dat ook zo. Als je niet nadenkt en niet voelt, dan zul je ook nooit iets te weten komen. Maar vanuit dat stuk is er dus hier iets ontstaan in lagen naar beneden, waardoor er ook beschavingen onder controle zijn gebracht, die dus ons nu controleren door middel van artificial intelligence. Mm-hmm. Dus het is niet zozeer dat wij strijden tegen die groepen. Zo uit het zich, zo ervaren wij dat. Maar in wezen zitten we gewoon opgesloten in een systeem wat elders ooit in andere tijden door onszelf in het oorspronkelijke mensdom is uitgevonden. Okay. En daar ligt onze eigen verantwoordelijkheid. En daarom mogen we ook gewoon blij zijn dat we deze situatie waar we nu in zitten, dus de film de Matrix en de hele realiteit, al die modellen die er zijn, dat we dat op mogen gaan lossen. En dat is ook wat, als je kijkt dus naar het orakel, je hoeft helemaal niet te kiezen dat je hier bent. Wij allemaal, we hoeven niet na te denken waarom we hier zijn gekomen. We hebben die keuze al gemaakt. We zijn hier al.
En veel belangrijker is om te kijken van wat brengt ons gevoel ons en waar willen we graag bij weg blijven, want daar liggen de sleutels. Ja. En dat is het orakel. En het orakel is voor mij dan ook het, de metafoor voor ons allemaal. Dat, wij zijn zelf het orakel. Er is dus niemand die een orakel heeft die... Er is niemand die een ander heeft die groter of interessanter is of meer weet. Het orakel ben jezelf. Ja, dus het externaliseren van onze redding is ook annex met het orakel. Absoluut, ja. Ja. Mark Pescio die heeft een aantal New Age bullshit punten, zoals hij dat noemt, op een rij gezet. En wij hebben er even 4 uitgehaald en vernederlandst. Die beginnen gewoon van te lachen, want dit is heel belangrijke informatie. Ja. Daar word ik ook wel blij van dat we zulke onderwerpen mogen gaan aansnijden. Het is zo ontzettend nodig. Dus kom maar op, Arjan. Dus de eerste New Age onzin is dat je het geloof in je moet het negatieve geen aandacht geven. Want wat je aandacht geeft, dat groeit. En dus op het moment dat je je aandacht op negativiteit richt, dan zul je alleen maar dat verder in de wereld brengen. En wat je dan krijgt als iedereen dat zou doen, het ziet er ongeveer zo uit. Iedereen de kop in het zand, kont omhoog. Ja. Zoals de samenleving zich grotendeels voorbeweegt op dit moment op de aarde. Ja, dat, grotendeels kun je dat zeker wel zeggen, inderdaad. Dan zitten we dan niet met ons hoofd in het zand, maar dan hangen we meestal met onze hoofden voor de tablets, voor de smart televisions en de smart computers en wifi-systemen. Ja, dat is ook een vorm van je hoofd in het zand steken. Ja. En hij zegt van, er zijn 2 soorten. En er is onwetendheid en er is ignorantie. En je kan best niet wetend zijn, maar om het niet te willen weten, dat is echt iets heel anders. Ja. Oh, hier staat hij inderdaad. En dus dat. Maar daar ligt ook het stukje honger voor onszelf, spirituele honger in de zin van dat we ons bewust willen worden. En dat is waar ik zelf mijn hele leven ook mee bezig ben. Om te kijken van wat maakt het in mij dat ik bepaalde onderwerpen in mijn leven steeds tegenkom. En dan ga ik onderzoeken, dan ga ik naar kijken van ja. En dan kan ik ook zeggen van ja, ik vind het wel lastig en moeilijk. Het geeft mij een heel onzeker gevoel. Ik raak allemaal veilige modellen kwijt waar ik me altijd aan heb vastgehouden. Ja. Denk ook eventjes gewoon aan de religies, want mensen toch een bepaalde format hebben. En als je daar uitstapt uit je religie of je keert je naar met je rug naar iets anders toe. Je zou kunnen zeggen, ik draai me gewoon weg bij het weggeven van mijn energie aan de religie, maar ik ga mijn eigen kracht ontwikkelen. Ja. En daar liggen zulke diepe schuldgevoelens en traumatische energieën achter, want hoe stel je eens voor dat je voor jezelf kiest? Nou, ja, dat is de tijd, jongens, dat we voor onszelf kiezen. Ja, wat ik ook veel voel is dat als je het hebt over dit soort onderwerpen die op Earth Matters ook veel de revue passeren, is dat je mensen die voelen onbewust dat op het moment dat ze aan één van die onderwerpen echt gaan, dat ze dat daar een hele batterij is aan dingen die ze ook zullen moeten omarmen. Mm-hmm. En dat je ineens niet meer op... hoe sta je in de wereld als je de regering niet meer kunt vertrouwen? Hoe sta je in de wereld als je in je up tegenover een chirurg staat? En dat je zelf moet bepalen van, goh, wat wil ik nu? Ja. Ja, dus of wat er op school wordt geleerd, van dat je daar je vraagtekens bij mag stellen. Nou ja, je spreekt in wezen over dat we weer zelfdenkende wezens gaan worden. Ja. En dan betekent denken ook vanuit het gevoel. Ja, want kijk gewoon naar de wereldwijde samensweringen die er zijn. Daar mag je niet over spreken, want dan ben je een complottheorist. Ja, maar kijk gewoon eens naar de aanslagen wereldwijd. Er zijn zoveel alternatieve mediasites die daarover berichten. Ja. Nou, dan kun je rustig zeggen van... We worden gewoon bedonderd. En dat is een inlichtingennetwerk dat dus bestaat uit agents. Hè? Ja. Nou, het is ook zo dat door het negatieve te zien voor wat het is, kun je beschermen voor de effecten of het gevaar in zijn heel afwenden. En op het moment, door er geen aandacht aan te geven, dan kan het juist blijven bestaan. Ja. En dus weigeren om naar kritische informatie te kijken omdat het niet prettig voelt, is eigenlijk een bewuste keuze om onbewust te blijven. Ja, en als we dan spreken over de matrix en de programmering en conditionering waar de mens uit opgebouwd is, door die kunstmatige intelligentie die in ons gehuisvest is geraakt, kun je ook zeggen dat de mens een vorm heeft wat de biologie van ontkenning wordt genoemd. En die biologie van ontkenning die is zo ontzettend heftig en hevig dat alle mensen op de aarde eerst vanuit een bepaald model waar ze altijd in hebben geloofd, zonder te weten dat het een geloof was, omdat ze er gewoon naar handelden, om daar uit te komen, zul je dus eerst een soort afkikproces krijgen. En dat afkikproces, dat is gebaseerd op in feite leegte. Het is een gevoel van leegte. Dus je kunt ook
als je bezig gaat houden met het bewustzijnsverbreding en verdieping, kun je heel veel in een leegte terechtkomen. Ja. Nou, dat is heel erg belangrijk en dat is ook heel erg fijn. Kijk, en het ongeziene heeft gewoon macht. Ja. Ja, en op het moment dat je zegt van ja goed, dan moet je geen aandacht aan geven. Want door daar aandacht aan te geven, groeit het. Nou, mijn persoonlijke ervaringen gedurende het hele leven is met heel veel verschillende beschavingen, is dat zij juist heel erg ons aanmoedigen, juist aanmoedigen, om te gaan kijken naar alles wat niet prettig is, buiten beeld wordt gehouden. Mm. Juist om daarin herkenning te vinden, zodat je in de momenten aan zich, waarin je dus terecht kunt komen en ook beslist terecht komt in je leven, dat je herkenning hebt in dat moment. Dat je besef hebt dat dat moment er is, dat je uit je autoriteit wordt geduwd, dat je iets doet wat helemaal niet in lijn ligt met wat je werkelijk en wezenlijk wilt. Maar ook dat je dus de kracht krijgt in dat moment om te besluiten het anders te doen. Nou, dat is fantastisch. Ja. En dan is de New Age leer, wat natuurlijk ook gewoon direct ingeleid is van de kunstmatige intelligentievelden, zijn allemaal geïnitieerde groepen, is erop uit juist om ons zo te programmeren. Mochten we dus wakker worden, stel dat we, de wereld begint weer zelf na te denken, dat je dus direct het gevoel krijgt van dat je het niet mag doen, dat je afgeleerd wordt of je omgeving gaat dat tegenin. Ja, zeker. Het zit gewoon goed in elkaar. Ja, absoluut. Maar wij zitten ook heel goed in elkaar, dus dat komt heel goed uit. Zo is het. De mensheid. Ja. De tweede New Age onzin is: word nooit boos. Oeh. Ja, dat moeten we echt niet doen. Want op zich is het wel zo dat ongecontroleerde woede van alles kapot maakt. Maar boosheid die kan ook de aanjager van positieve verandering zijn. Exact. En als je nu om je heen kijkt, wat er in de samenleving gebeurt, dan is het eigenlijk heel raar als je niet boos bent. Ja. Er is zoveel gekkigheid aan de hand. Mag ik daar nog op ingaan, Arjan, op je thema? Ja. Want dit is toch een heel belangrijk thema. Vanmiddag nog uitvoerig gesprek daarover gehad bij een samenkomst met andere mensen over het uiten van emotie. Mm-hmm. Het uiten van boosheid, woede. Dat je mag zeggen van, ik ben daar en daar geweest en ik vond het walgelijk. Walgelijke mensen om me heen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een hele andere kant. Wat is er zo belangrijk om je emotie te uiten? Om te zeggen dat je iets walgelijk vindt. Of dat je woest bent. Of dat je het helemaal spuugzat bent. Wat is daar zo belangrijk aan? Omdat op het moment dat wij gaan onderzoeken, dat wij deze pen die ik hier nu in mijn hand heb, daarvan, als je daar tussen die moleculen in gaat kijken, is 99% is een ruimte waar niets tussen zit. Dus 99% van deze pen zien we niet. Nee. Dat is de intermoleculaire ruimte. Dat is hetzelfde als dat we in het universum kijken. Zien we al die sterren en de sterrenkundigen en quantumwetenschappers die daarmee bezig zijn, suggereren ook aan de hand van modellen dat die 99% die we dus niet zien, dat noemen wij dan de zwarte realiteit, dat precies het krachtveld is van het universum. Dat betekent dus ook voor ons, wij bestaan ook uit diezelfde bouwstenen, dat 99% van ons, wat we niet waarnemen, ook onze krachtvelden zijn. Dus ook onze scheppings- en creatiekracht. Ja. En precies in ons geboorterecht. Precies, eigenlijk. En precies daar liggen onze scheppingskrachten. En op het moment dat je dus je emoties niet uit, dat je boosheid laat liggen en alleen de liefde wilt uitdragen, dan sluit je in feite een heel belangrijk gevoelsbewustzijn buiten, wat juist nodig is om iets heel ernstigs te activeren. En dan bedoel ik met het woord ernstig, op het moment dat je heel boos wordt en je zegt, nou is het afgelopen en je wordt woest, je slaapt met je vuist op de tafel, dan is ogenblikkelijk ook in dat moment het besluit genomen dat datgene wat je afgelopen wilt hebben in je leven is afgelopen. Mm-hmm. Daar heb je misschien 10 jaar over nagedacht, maar eerst moest de zogenaamde bom barsten. Hè? En op dat moment komt er een kracht, want dat is waar we het over hebben, komt er een kracht naar boven in het onderdrukte gevoel van boosheid. Waar de scheppingskracht in verborgen ligt. En aan ons is om het onderzoeken hoe we die kracht van schepping uit de boosheid kunnen transformeren naar een hele positieve, bijdragende houding. En daar ligt een dualiteit. Dus de mensen zijn eigenlijk afgesloten van hun grootste scheppingskracht. Ja. Nou, ik weet niet of ik het zo een beetje duidelijk heb kunnen vertellen, maar goed. Zo niet, dan leg ik het nog een keer uit. Mooi is dat. Kan ik het niet maken in ieder geval. De derde die is dat is dat we allemaal één zijn en dat daarom alles goed is. Hè, en als er dat goed en kwaad, dat dualistisch is en dat wij dat eigenlijk zouden moeten overstijgen of al overstegen hebben. En dat gewoon alles oké is. Maar de correctie is dat het helemaal niet goed is. Want moord en verkrachting en overval en afpersing en zo, dat is gewoon niet oké. En dat is diefstal van leven, van eigendom, van recht of van vrijheid.
En waar we naartoe moeten is om het objectieve verschil tussen een juiste en een verkeerde daad heel simpel. Gezond verstand. Ik zie hier een melding dat, dat onze monitor na 1 minuut uitschakelt. Oh, dus misschien kan de regie even komen om dat te voorkomen zometeen. Ja, dus goed en kwaad. Dat is ook een heel interessant punt. Dat mensen zeggen over de liefde van het gaat alleen over de liefde. En dat klopt dus ook. Het gaat ook echt over liefde. Mm-hmm. Maar liefde bestaat niet alleen uit passief denken over deze realiteit. Liefde gaat ook over constateren dat bepaalde zaken die er zijn ook gezien mogen worden en ook erkend mogen worden. Zoals bijvoorbeeld, denk even aan grote verzekeringsmaatschappijen en het bankwezen. Dat zijn mensen die zakken, die vullen hun zakken gigantisch. Ja. Hè? Dus ik bedoel, de burger moet gewoon zijn werk doen. En de grote multinationals, die verdienen miljarden en miljarden. En het wordt lekker verdeeld tussen de aandeelhouders en ook de raad van commissarissen vaart daar meestal heel wel bij. Dat is allemaal prima, maar daarvan zou je kunnen zeggen van, is dat dan alleen liefde of betekent dat meer dan alleen liefde? Nou, ik denk dat het heel goed is om dat te zeggen van dat dus gewoon niet klopt. En dat dat een gedrag is wat niet gebaseerd is op een gevoel vanuit verbinding en samenwerking en gelijkwaardigheid. En dat heeft dus ook te maken met wetenschap van het objectief verschil tussen een juiste en een verkeerde daad. Gezond verstand gebruiken. Wordt ons ook echt gevraagd. Ja. Ik kan een verhaal herinneren van Papaji. En dat is een van de leerlingen van Ramana Maharshi, ook uit de non-dualiteit. Die had een keer zijn vrouw, die liep heel boos achter hem aan en die maakte allemaal amok. En die zei van, who cares, because it's not real anyway. En ja, voor mij is dat echt het mixen, zeg maar, tussen dat non-duale en het duale. Als je dat met elkaar mixt, dan krijg je gewoon hele... Ja, dan krijg je gewoon gekkigheid, wat geen gezond verstand is inderdaad. Kijk, we zijn natuurlijk ook opgesplitst geraakt in onze bewustzijnsvelden. Hè? Ik heb daar heel veel conversaties over gehad, over dualiteit. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik ben de dualiteit ontstegen. Ik leef non-duaal. Dan vraag ik, nou, en hoe doe je dat dan? Want dat is natuurlijk wel interessant. Nou ja, dat kan ik niet zo goed uitleggen, maar ik heb in ieder geval besloten om alles wat negatief is, om daar geen aandacht meer aan te geven. Dus ik ga alleen voor het mooie wat ik prettig vind en wat prettig voelt. Maar dat is precies de start, met alle respect, van de dualiteit. Want dan begin je dus op basis van het uitsluiten van een deel waar jij in dit geval dan niet mee bezig wilt zijn. En dus sluit je per definitie een deel van jezelf buiten. Want iets wat jou raakt, heeft iets te maken met jezelf. En de gesprekken die ik daarover heb gevoerd en nog wel eens heb, betekent, daar wordt over gezegd van, de dualiteit is in feite gewoon een gecreëerd iets door het onvermogen om inzicht te krijgen in de eigen emotionele toestanden. Hoe je ergens op reageert. En aangezien de mens op aarde in deze realiteit waarin ze zich thans begeeft, niet eens in de gaten heeft dat zij in een persoonlijkheid verwikkeld zitten die niet origine is. Dus bij onze persoonlijkheid, wie we nu zijn, is niet ons kernwezen. En die hele persoonlijkheid van waaruit wij nu navigeren, daar zitten we dus in feite in opgesloten. En daar willen we vaak niet naar kijken. Mm-hmm. Dus hebben we ook met een dualiteit te maken op basis van ervaringen uit de persoonlijkheid. Andere rassen, andere beschavingen zijn daar echt niet allemaal vrij van. Maar ze hebben daar wel een makkelijkere weg in gevonden. En dat hebben ze gedaan door te ervaren dat alles wat er niet mag zijn gewoon een onderdeel is van de essentie van het leven al daar. En dat mogen wij dus ook gaan leren. En ze geven ook aan dat juist door het beleven van die tegengestelde gevoelens, dat je daarmee iets heel sterks in jezelf bekrachtigt en dat het er ook gewoon mag zijn. Mm-hmm. Dus op het moment dat wij alles gaan toestaan in ons leven, denk gewoon eventjes aan alle verschillen die er wereldwijd zijn. Denk eens gewoon aan discriminatie. Ja, alles wat tegengesteld is. Je mag dit niet, je mag een zus niet zijn. Als je dik bent, dan ben je een idioot. Als je lang bent, ben je een lange slungel. Ja, als je mager bent, ben je zo mager als een broodplank. Ben je geel, dan ben je geel. Ben je blauw, dan ben je... Er is altijd wel iets, wat niet, ben je arm of rijk. Er is altijd wel iets. Er is zoveel onderscheid. En daar ligt dus een hele belangrijke les voor de mensen op deze aarde. Voor ons allemaal, voor mij ook. Om daarin te gaan repareren. Dus hoe we dat kunnen gaan uitdragen, hoe we daar met elkaar aan kunnen gaan werken. En dat begint dus bij onszelf. En op het moment dat we dat los kunnen laten, dan is een heel groot deel van de dualiteit is eigenlijk opgelost. Okay. En dat, zo simpel is het. En dat is een begin om dieper in je eigen gevoelens te kunnen kijken van, hey, betekent dat dan dat als dualiteit bestaat uit
positief en negatief. Dat misschien positief en negatief ook helemaal niet eens bestaat. Maar dat dat één krachtveld is. Ja, zegt het universum dan. Alles is één krachtveld. Mm-hmm. Betekent dat dan ook dat liefde en negativiteit één krachtveld is? Ja, zegt het universele veld dan van schepping. Alles is één veld. Dat betekent het dus ook dat onze eigen projecties vanuit onze persoonlijkheid hebben geclassificeerd op basis van ervaringen uit dit leven, dat dat niet leuk is en dat dat wel leuk is. Ja. Ja. Nou, als je dit nu nog eens een keer gaat afluisteren straks, als het de uitzending geweest is en je gaat het gewoon opschrijven in een eigen vorm wat je in je eigen leven tegenkomt, dan ga je ontdekken dat dualiteit een fictie is. Het is meer een gedrag van ons. Dat is iets heel anders. Het bestaat wezenlijk niet, maar het is ons gedrag. En het is hoe we er dus naar handelen. Hmm. Buitengewone filosofische onderwerpen met een fundamentele start om anders in het leven te gaan staan. Ja, ik zou er heel graag nog van alles wegen in willen bewandelen. Ja, je mag van mij alle kanten inwandelen die je voelt. Kijk, als we naar de dualiteit gaan kijken, ja. En we zitten in de kunstmatige intelligentie hier op deze aarde, de matrix, want daar hebben we het over. Ja. Dan kun je begrijpen dat een matrix die geprogrammeerd is, dus een kunstmatige intelligentie geprogrammeerd is, om ons gevangen te houden in die persoonlijkheid. Mm-hmm. Zodat die dualiteit voortdurend blijft bestaan. De scheppende rassen om ons heen, de creatiekrachten om ons heen, die familie zijn van ons, buiten deze matrix, die kijken wel op afstand met ons mee, maar die gaan zich echt niet in dit model bevinden. Nee. Dus wat doen zij? Zij vragen aan ons eerst om dit helder te krijgen. In onze persoonlijkheid. Wil je daarop insteken? Steek maar in. Nou, waar ik dan benieuwd naar ben, zeg maar, is en wij zijn afgescheiden, maar je hebt net ook al die andere realiteiten in al die lagen geschetst. En dat wij gewoon helemaal tot de bron, tot de oorsprong gaan, zeg maar, waar we ontzettend krachtige wezens zijn. Maar ergens zijn wij onder controle gekomen van iets anders. Dus dat is afgescheiden, maar toch is er nog een verbinding. Ja, die verbinding is er. En en dus in die verbinding. Gewoon ben ik de vraag kwijt. Wat, lastig, hè? Om dit een leuke uitdaging om gevoelens te vertalen naar woorden. Hè? Ja. Maar is er zeg maar dus de want ik neem aan dat het totale wezen wat je dan bent, waar wij dan nu kennelijk een afgescheiden onderdeel van zijn, dat die wel alles voelt, alles meemaakt, alles tegelijkertijd is. En dat wij vanuit ons afgescheiden bewustzijn nu weer een weg terug moeten vinden. We zijn voortdurend in contact met onze essentie. Daar zitten we middenin. Dat is ook niet een lijntje naar buiten of naar boven, zoals we het vaak uitbeelden. We zitten er middenin. Het is alleen zo dat er verstoringen hebben plaatsgevonden in ons scheppingsveld. Wat bestaat uit allemaal geometrische bewustzijnsfrequentievelden. Triljarden tegelijkertijd. En één voor één zijn ze eigenlijk geïnvaseerd. Dus het veld werd steeds simpeler, eenvoudiger, en we houden een vijfdimensionaal bewustzijn over. En in die vijfdimensionaal bewustzijn loopt een programma, holografisch programma van kunstmatige intelligentie, welke uitgebracht is door Anunnaki Dynasty. En deze Anunnaki Dynasty heeft die kunstmatige intelligentie ingebracht in ons metafysisch neurologisch circuit. Dus dat is het neurologisch circuit buiten dit fysieke lichaam. Mm-hmm. Dus waar het fysieke lichaam uit opgebouwd is. Waardoor alles wat wij denken te zien een invoeging is van een programma van hun dat wij gaan beleven doordat wij scheppende wezens zijn. Dus wij herscheppen voortdurend de gevangenis. En dat is dus in een lage frequentie. Maar je kunt dus ook zeggen dat als we een schilletje hier naar buiten gaan, het schilletje om ons heen, dan komen we dus in het vijfdimensionaal bewustzijn. Als je het schilletje daar naar buiten neemt, kom je dus in het zesdimensionale bewustzijn. En zo gaat dat steeds groter en groter. Dus het zijn allemaal lagen om elkaar heen. Even in een vorm uitgedrukt. Want zo ziet het er in werkelijkheid niet uit. Maar je kunt zeggen, allemaal vormen. En dan als je dat helemaal terugbrengt naar de oorsprong, naar de schepping van wie we zijn, onze totale superbewustzijn, dan kun je zeggen, hey, we zitten er gewoon, dus nu, middenin. Alleen, er lopen filtersystemen doorheen die ons manipuleren in ons realiteitsbesef. En als wij die matrix niet continu zelf herscheppen, dan is die gewoon weg. Dat klopt, dan is hij gewoon weg. Maar hij wordt ook ingevoegd op dit moment door andere krachten. En het bijzondere is dat de krachten die dat invoegen, dat daar dus ook een bewustzijnsproces op gang is gekomen, waardoor er een opsplitsing plaatsvindt tussen de onderdrukkende groepen, waardoor er mening en inzicht verschillen zijn, of ze ons nog moeten laten blijven in deze holografische realiteit,
of dat ze dat moeten opheffen. En dat rammelt aan alle kanten. En die groepen, die hebben dus ook de Illuminati-groepen onder controle. En dat merk je ook, dat onder de Illuminati-groepen ook diezelfde tweespalt, of niet eens tweespalt, het is een enorme grote ruzie gaande is. Dus wat we hier op de aarde nu zien gebeuren, heeft alles te maken met wat er in het vijfde dimensionaal bewustzijnsveld gebeurt. Okay. Dus door de schrijvers, zeg maar, van deze realiteit, van de Matrix. En hoe moet je dan een kritische massa zien van mensen die ontwaken, zeg maar? Hoe begeven ze die zich in dit paradigma? Nou, dat zijn we aan het doen, hè. We zijn met z'n allen steeds aan het verder aan het ontwaken. Het is je kunt het gewoon zien als een soort quantum hypnose sessie waar de hele mensheid op zich in verkeert. En in elke hypnose komt een eind. Hè? Om een scheppende realiteit. Dit is een wezenlijk schepperbronrealiteit. Om deze te verhullen, zul je voortdurend een manipulatie in stand moeten houden. En dat is ook wat er gebeurt, door allerlei ingewikkelde processen. Maar dat moment van het in stand houden van die matrix, waar wij dus nu in zitten, dat is aan het openbreken, dus het is aan het vervagen. Dus de hoeveelheid kracht die nodig is vanaf de Anunnaki-dynastie om ons in deze realiteit te houden, daar ligt ook een transitieproces. Okay. En dat is ons voordeel. En daar kunnen wij dus ook heel veel momenten in gaan neerzetten. Simpel door dit ook al bespreekbaar te maken. Doen we iets heel bijzonders. Want alle mensen die dit filmpje zien, en die weten dat waarschijnlijk ook, doordat ze dit meekijken in hun bewustzijn, in het gevoel, met beelden, die probeert je wat bij voor te stellen. Dat is onze kracht, dat is ons erfgoed. Mm-hmm. Wat wij voelen en wat we zien, dat zetten we in het veld neer. Dus we herinneren iets wat eigenlijk achter de hypnose gehouden moest blijven. Okay. En wij herscheppen dat dus weer. En dus deze hele realiteit, het verhoudt zich dus tot wat er dus plaatsvindt in deze werkelijkheid, wat we wereldwijd zien, is dat er totale chaos is. En om die chaos, die dus uit zichzelf ontstaat, doordat mensen weer aan het ontwaken zijn, om die chaos in bedwang te houden. Ze willen dus de chaos sturen. Want het is geen chaos, dus weer het geboren worden van die schepping. Worden er nu door Illuminati-krachten allerlei evenementen in beweging gezet. Zowel hier in Europa als wereldwijd. Om chaos te creëren door echte noodzakelijke chaos. Hmm. Dus ze zijn eigenlijk narigheid aan het creëren om onze aandacht af te leiden van de chaos die dus te maken heeft met het ontwaken. Zodat wij kijken naar de chaos die zij invoeren. Dus we moeten heel alert moeten zijn. Moeten we gewoon willen zijn. A truth is most convincingly hidden. Of a lie is most convincingly hidden between two truths. Ja. Daar moet ik dan aan denken. Ja. Ja. En dat is, het mooie is dat het gewoon gaat gebeuren. Er is geen omwenteling in mogelijk. Wij gaan gewoon met ons hele bewustzijn gaan we dit meemaken. Proost. Ja, cheers. De laatste die we hier even gaan behandelen, nummer 4, is dat alles een illusie is. En omdat alles een illusie is, en omdat niets echt bestaat, is er ook niets wat echt uitmaakt. En dus dat is hetzelfde als it's all good. En dat klopt dus. Hè? Dat is ook waarom dus de krachten achter de dat is waarom onze regeringen, de militaire industrieën, maar vooral ook de bankwereld, dus de echte machthebbers achter de schermen, zich zo alles kunnen permitteren. Omdat die slide die hiervoor was, wat stond, omdat niets echt bestaat, is er ook niets wat echt uitmaakt. En dat is een uitspraak die wordt uitgevoerd door de krachten achter de schermen, omdat zij weten dat het een gemanipuleerde realiteit is. Dus de krachten, de helpers, zeg maar, van de Anunnaki, die hier onder controle staan. Daar zitten nog allerlei andere groepen nog tussen. En dan krijg je dus uiteindelijk de Illuminati-groepen. Zij weten dat zij voor hun is dat een hogere meester dienen. Mm-hmm. En dat die hogere meester de schrijver is van deze realiteit. Dus zij kunnen dus daadwerkelijk gewoon moorden, oorlogen plegen, zaken doen wat het daglicht niet kan verdragen. Zij kunnen dus ongelimiteerd doen wat ze willen, omdat ze dus weten dat het niet echt bestaat. En daarom is het aan onze taak om dat dus naar voren te halen, ons scheppingsvermogen in te zetten, zodat deze geschreven realiteit, die gedicteerd wordt, dat wij deze realiteit weer gaan belichamen vanuit liefde en waarheid, met een hoofdletter W, dus niet de waarheid, maar waarheid. En op het moment dat we dat gaan doen, vanuit ons harts- en groepsbewustzijn wereldwijd, met deze kennis en onze eigen kennis, dan gaat er iets gebeuren waardoor deze hele werkelijkheid, de kunstmatige intelligentie, wordt herschreven. En dat is precies waar ze voor waren. Ja, precies. Dus zal ik eventjes mijn mond houden, hè? Want anders komen we natuurlijk helemaal niet door de slides heen. Oh, er komt ook een vraag trouwens. Mag ik die even zeggen? Ja, ja. Kennen de Rothschilds en consorten deze materie zo goed, omdat zij de wereld beheersen? Nou, dat klopt. Maria, dankjewel voor je vraag.
Dat is het. Hè? Dus eigenlijk ook al, ik heb een beetje antwoord al gegeven op die vraag. Dat klopt. Hè? Dus de Rothschilds, dat is een groep mensachtigen die heel goed beseffen en ook alle fiat hebben gekregen, destijds en nu nog steeds, om te scheppen op de manier zoals zij dat willen. Ze krijgen er 100% bijstand in. En op het moment dat ze iets nodig hebben, ze willen iets veranderen, ten gunste van zichzelf, kunnen ze dat gewoon zo doen. Waarom? Omdat die hele codes van de matrix, van deze realiteit, worden gewoon even aangepast. Tenzij wij met z'n allen weten dat dat gebeurt. En dan kun je dus gewoon met een, zeg eens wat, met 100.000 mensen, en dat is, dus je hebt niet honderden miljoenen nodig, met 100.000 mensen die zelf net zo gecommitteerd zijn als wij, vanuit ons gevoel van liefde, en ook nog steeds respect naar die Rothschilds, ook al doen ze iets wat niet leuk is, dat wij dus met elkaar in het intentiemoment kunnen laten ontstaan uit het kwantumveld wat de werkelijkheid is. En dan zou het zo kunnen zijn dat ze in één keer ploep uit die matrix komen van dat ze ongelimiteerd kunnen doen wat ze willen, maar dat de gevolgen in het scheppingsmodel ineens zichtbaar worden wat de gevolgen zouden zijn geweest als ze het zouden hebben gedaan in de kwantumrealiteit. En de kwantumrealiteit is dus de vrije wereld. Dus dat is zeg maar Zion. Ja. Nou, in feite zegt de volgende slide dat ook. Als ik de huidige slide even mag zien. En dan zie je dat de ervaring is echt. En dus dat, ik denk dat dat hetzelfde is als wat jij zegt, dat we niet uit die matrix moeten willen, maar hem juist in bezit moeten nemen. En dat de geest ook niet boven de materie staat en de materie ook niet boven de geest, maar dat beide onderdeel zijn van het al. Dus als je het ene ontkent of het ene hoger of lager zet dan het andere. En hier ja, doe je zowel, krijg je zowel de hele religie als de New Age, als de wetenschap over je heen, als je dit zegt. Ja, ja, maar dat is toch heel goed om iedereen over je heen te krijgen, want dat betekent dat mensen gewoon geraakt worden. Ja. Je zult mensen, wij allemaal, zullen elkaar dienen te raken en dan vallen we soms wel eens over elkaar heen. Maar in plaats van elkaar te laten liggen, kunnen we elkaar tijdens die val ook oprapen en zeggen, wacht eventjes, ik merk dat jij ergens overheen valt, zullen we daar eens over praten? Ja. En dat kan ook, hè? Dat is een hele andere benadering. Geest, wat is geest? Hè? Geestwezens, wij hebben alles op een religieuze manier uitgelegd vanuit de oude paradigma's. Maar geestwezens zijn, net als wij, ook bewustzijnsfrequentie gerelateerde beschavingen. En wij noemen dat geestwezens. Maar dat is het niet. Hè? Er zijn miljarden verschillende beschavingen. En er zijn een aantal daarvan direct betrokken en bij het behoud van deze aarde. En ook bij de schepping van de aarde, waardoor we dus een andere relatie hebben met sommige wezens. Maar we kunnen niet zeggen daardoor dat de geestwezens een bepaalde betekenis hebben en gaan klassificeren. Want dan gaan mensen die dat dus doen, roepen dat zij dan de waarheid hebben. Mm-hmm. En zolang wij dat niet weten, de waarheid, omdat we niet weten wie we zelf zijn, laten we dan gewoon lekker maar eens eventjes alles uitzoeken. Hè? Dus ja. Geest staat niet boven materie, materie staat niet boven geest. Beide zijn onderdeel van het al. Beide zijn onderdeel van ons kwantumbewustzijn, van superconsciousness. Nou, mooier kunnen we niet maken. We zitten even op een punt dat we moeten gaan beslissen of we doorgaan tot 9 uur. Of ja, ik denk dat we lekker de volgende keer verder gaan. Ik heb nog een laatste vraag, denk ik dat het leuk is om die even te beantwoorden. Er komen meerdere vragen binnen. We zullen de vragen die er nog meer liggen de volgende keer ook meenemen in de uitzending. Hier staat, er wordt veel gespeculeerd over grote veranderingen of rampen op en rond 28 september. In hoeverre is deze voorspelling waar en wat kunnen we doen als bevolking? Nou, ik zie op de wijze zoals ik ernaar kan kijken, maar goed, ik ben ook maar Martijn. Ik zie in de hele maand september totaal geen rampen of ernstige situaties, doemscenario's, wat dan ook. Het is hetzelfde verhaal als altijd. Er gebeurt hetzelfde als altijd. Het laten zien van ellende, het voorspellen van ellende. Hè, en dat is ook de reden waarom ik dus die lezingen van 5, 6, 7, 8 die ik zelf geef, eventjes heb opgeschort. Doordat er wereldwijd zulke grote groepen mensen in doemscenario's verkeren, dat ik zeg van nou, Dat wordt een beïnvloeding in het kwantumveld van de aarde. Laten we daar maar gewoon eventjes buiten blijven. Ja. Hè? Dus laten we het maar gewoon positief belichamen. Dus mijn antwoord is, ik zie helemaal niks gebeuren. Helemaal niks. Totaal niet. Ja, er gebeuren genoeg dingen, maar helemaal niet een enorme ramp. En wat wij als bevolking kunnen doen, als burgers, maar burgers, dat hoeft niet per se alleen burger te zijn. We kunnen met elkaar sessies doen in het veld om heel veel heling en waarheid naar voren te brengen.
En dus ook met de intentie om liefde en verbinding en schepping te brengen in het bewustzijnsveld van deze planeet, die er dus echt is, om de kunstmatige intelligenties en om de manipulaties te belichamen. Dat is het enige wat we hoeven te doen. Waardoor dus die onbewuste velden, die velden die niet meer bezield zijn, om die dus wel te gaan bezielen. Dat kunnen wij doen. En we hoeven ons verder helemaal nergens druk over te maken. We kunnen vooral met onszelf bezig zijn. Dat is heel fijn. Ja. Nog even terugkomen op wat je zei van goh, we hebben heel veel vragen en daar kunnen we volgende keer ook op terugkomen. En dat kan. Alleen ik moet wel zeggen dat wij worden overstelpt met vragen. Dus dat is hartstikke gaaf. Ik denk dat wij inmiddels iets van 250 mails hebben binnengekregen op onze video's. Met fantastische verhalen, hele mooie vragen. En ja, wij kunnen daar echt helaas maar een fractie van behandelen in onze uitzendingen. En we willen ook wat live doen. En dus we zitten wel met tijd. Dus we kunnen, dus helaas kunnen we niet iedereen beloven dat we alle vragen. We beloven het niet, we doen dan in ieder geval ons best. Dat doen we zeker. En misschien is het een leuk idee om in ieder geval die vragen die dan niet beantwoord kunnen worden, want ik vind het toch wel belangrijk dat we wel een antwoord gaan geven, in ieder geval een reactie, dat we die vragen bijvoorbeeld publiceren op de website ergens van Earth Matters. Ja? En dat we daar een reactie onder kunnen geven op basis van die vraag. En dat we daar geen tijdspan aan geven dat we dat binnen een dag doen, hè? Maar wel dat die reactie daar komt te staan. En misschien, denk en voel mee hoe we dat kunnen organiseren. Ja. Het is ons alle projecten, van ons allemaal, dus ook van de kijkers thuis. Geen kijkertjes, maar kijkers. Ja, lijkt me een goed plan is dat, om zoiets te gaan ontsluiten. Dat is nog veel leuker ook eigenlijk, om dat met z'n allen te doen. Ja, dan skip ik even door. Dan gaan we hier de volgende keer mee verder. Anders dan wordt het weer een 2 uur plus uitzending. Nou, dat zou waarschijnlijk een 4 uur plus uitzending worden. En nou is dat prima, want je kunt natuurlijk gewoon deze uitzending later weer nakijken. Ja. Aan de andere kant, we hebben ook bij het voorstellingsvermogen en het oproepen van onze krachten, hebben we ook tijd nodig om het even te laten zakken. Want we hebben allemaal een beperkte houdbaarheid van onze concentratie en inlevingsvermogen en ons voorstellingsvermogen. Dus dat direct mogen we ook eventjes loslaten. Ja, precies. Ja. Ja, dus we hebben nog een paar vragen van en wat inzendingen van kijkers. En nog crowdpower. Dus die, ik denk dat het wel mooi is om daarmee af te sluiten. Ja. Vandaag is het. Oh ja, dan moet ik even nog even wat door. Even voor, naar voren klikken. Fast forward. Nou, aan de hand van alle heel klikjes wat. Kunnen we nu horen wat Arjan allemaal van plan was vanavond. Ja. Nee, vandaag is het de Internationale Dag van de Vrede. En die is door de VN uitgeroepen al heel lang. En dat, ik moet zeggen dat ik er vrij weinig over in het nieuws heb gezien. Ja. Ik zie veel meer oorlog en ellende op tv de laatste dagen. De vogel met vleugels, hè? Ja, en een VN-logo erin. Dat, Ik denk dat het heel mooi is om te beseffen dat het elke dag de dag van de vrede is. En dat het op zich al dat we het schaamrood als bevolking op deze aarde zouden kunnen krijgen dat we überhaupt een dag van de vrede nodig hebben. Want laten we wel realiseren dat het op deze planeet zo ontzettend mooi is. Ook al is het op dit moment een invulling van de werkelijkheid door andere energieën. Wij zijn de scheppers en de creators van dit prachtige mooie bewustzijnsveld. En op deze wereld mag gewoon weer vrede zijn, harmonie. Voor alle mensen, ook voor alle dieren. En dat kan alleen als wij bereid zijn om elke dag die vrede te manifesteren. En ik vind het fijn dat die in ieder geval vandaag er is. Ja. En laten we dat zo in het veld neerzetten met elkaar, dat we de intentie ook neerzetten en uitdragen naar buiten, dat we die vrede niet alleen maar vandaag beleven, maar dat we die in onszelf gaan ervaren. En op het moment dat we dat durven te doen, dan wordt er een fundamentele bijdrage geleverd aan het kwantumveld, aan het veld van de schepping. Ja, en als ik dan kijk naar mensen die wereldwijd niet in een vredige situatie verkeren, daar hoeven we niet omheen te draaien, want dat is een hele moeilijke, lastige situatie voor miljarden mensen op deze prachtige planeet, die in erbarmelijke omstandigheden leven, waar de spirituele en New Age wereld graag wil zeggen dat het met karma te maken heeft. Dus maak je maar niet druk, want het komt door je eigen creatie. En je moet hier even doorheen. Niets is minder waar. Het scheppingsveld geeft aan iedereen evenveel liefde en aan iedereen evenveel mogelijkheden als gelijkwaardige wezens. En de mensen die het ontzettend moeilijk hebben op deze planeet, die kunnen wij een intentie geven. Vanuit het geschenk dat wij onszelf de moeite waard vinden, met NIO,
dat we de keuze al hebben gemaakt om hier te zijn. Dat we hier al zijn met een bepaalde reden. Om te zorgen dat wij die belichaming van schepping en creatie weer naar buiten toe gaan brengen. Door het eerst binnenin zelf te zijn. Dus door eerst zelf het voorbeeld te zijn wat we graag van een ander ook willen zien. En het is heel erg makkelijk om je hele leven te spreken tegen andere mensen. Hoe het zou kunnen of hoe het zou moeten misschien, wat je denkt. Ja, ik heb thuis ook een hele mooie spiegel. En dan kijk ik toch af en toe wel in. En dan ontdek ik ook dingen bij mij van, hey, juist ook door alle drukte en activiteiten van, let hierop, kijk daarna, wat brengt het bij jou van binnen. Dus als we dat met z'n allen doen. Ik denk dat het een goed idee is om eens een soort kwantumspiegel voor te stellen. Mm-hmm. Die we dus voor onszelf neerzetten, een spiegel van schepping. En dat het dezelfde spiegel is die we nu allemaal gebruiken, tegelijkertijd. Een soort hologram, een soort, waar we allemaal inkijken. Ja. En dan zou je je ogen bij dicht kunnen doen. Het hoeft niet per se, want het gaat niet om meditatie, het gaat om kracht. Het gaat ook om mentale, spirituele hartskracht. Hè? Dus dat heeft alles met elkaar in verband te maken. Pak die spiegel eens voor je. Zeg eens, hij is ongeveer deze grootte. Zo. En dus je zet hem gewoon lekker neer. En je kijkt in die spiegel en je ziet jezelf. En je ziet jezelf in de omgeving. Achter je in die spiegel zie je de omgeving die jij voor ogen hebt. Voor jezelf. Daar begint het mee. Ga maar eens voelen van binnen. Wat zou je jezelf wensen op dit moment? Wat heb je nodig om vreugde te ervaren? Om inzichten te hebben in een situatie waar je heel erg lastig mee hebt. Waar heel behoorlijke uitdagingen liggen. Wat zou je direct willen manifesteren in je leven? En wat zou je ermee willen doen? Een heleboel opdrachtjes, maar ga niet denken. Zet het maar gewoon in die spiegel neer en zie het maar in het spiegelbeeld zo. Hey, dan zie ik mezelf met al die mogelijkheden eromheen. Dat is wat ik wil realiseren. Ga maar eens eventjes invoelen. Neem daar maar geen 15 seconden de tijd voor. En die intentie die je nu in jezelf hebt neergezet, in het spiegelbeeld, dat beeld, die spiegel, dat is de spiegel die we allemaal vanuit het kwantumveld gebruiken. En die spiegel laat zien jouw wens voor jezelf, wat jij wenst voor jouw realiteit. En je draait nu die spiegel om. Je kijkt tegen de achterkant van die spiegel aan. En de inhoud van die spiegel, die stuur je nu met intentie en attentie het kwantumveld in van het planetaire bewustzijn van de aarde. Dus al jouw wensen voor jou persoonlijk, hier in jouw gevoel, geef je nu als een cadeau naar de aarde. En dat is scheppen en creëren vanuit zelfrespect, zelfcreatie, inzicht, bekrachtiging, manifestatie. Jezelf waard vinden en door het ook direct te delen met alles wat is, ook met de dieren en de natuur, is het direct in het kwantumveld aanwezig. En deze spiegel die werkt voor alle tijd, dus als je dit filmpje ziet, later als dat het live is uitgezonden, in de intentie en de attentie van het moment zit dit moment nu in het bewustzijnsveld van de aarde. Dan kun je zo op inloggen. Ga er lekker mee oefenen. En ervaar de kracht van verbinding. En op deze manier is het mogelijk om wereldvrede te creëren. Door eerst vrede in jezelf te vinden. Kracht in jezelf te vinden. Jezelf toe te staan er überhaupt te mogen zijn. Te aanvaarden dat je de keuze allang gemaakt hebt om hier te zijn vanuit een ander weten. Die er dan nu eventjes misschien niet is. Maar dat je berusting kunt vinden in het feit dat je er bent. En vanuit die innerlijke vrede kun je dat wat je voor jezelf wenst delen met het planetaire bewustzijn. Dus wat je nu hebt gevoeld, deel je ook met alle kindjes in Madagaskar. Ook met alle alleenstaande mensen wereldwijd. Ik noem maar een paar voorbeelden. Dus realiseer, besef en voel je innerlijke kracht. En dit wordt geleid. En zo creëren we met elkaar wereldvrede. Mm, dat ziet er heel mooi uit. Dat is ook heel mooi. Ja.
En dat kunnen we dus ook met elkaar doen. Ja. Dank jullie wel. We kregen een inzending van Riet. Riet die heeft ons een tekening opgestuurd, een van de velen die ze heeft gemaakt. En ze heeft een vraag daarbij gesteld van, goh, waar komt dat nou vandaan? Ik heb niet specifiek ervaring met buitenaardse en ik heb niet... misschien kunnen we dat even zien. Ja. En dit is, dat is een hele mooie tekening. Ja, absoluut. Ja. En dus, ze had zoiets van, goh, waar krijg ik dat soort beelden vandaan? Want het is niet... Ja, Riet, dat heb je heel mooi binnengekregen en prachtig ook op papier gezet. Heel bijzonder. En wat is de vraag van Riet, zei je? Nou, of van goh, waar komt dat vandaan? Want ik heb niet specifiek contact met buitenaardsen en ik heb toch, ik ben gaan tekenen en ik heb toch allemaal dit soort beelden gemaakt. Hoe kan dat dat ik dit maak eigenlijk? Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk geen allesweter. Maar wat ik wel vaak tegenkom bij mensen is dat die zulke mooie tekeningen maken of kunstwerken maken. Het komt natuurlijk uit onze kracht van de creatie. Dus er gebeurt hier iets in het bewustzijn van ons van hartsbewustzijn, gebeurt er iets waardoor er informatie binnenkomt. En het komt dus uit je eigen kwantumveld vandaar iets. Dus er is iets heel moois, heel groots aan de hand bij jou wat zich wil laten zien. En dat uit jij met je creatieve kracht om dit te tekenen. He, dus ik zie daar ook verschillende vormen en verschillende plaatjes zie ik daarin. Dus het is je multidimensionale, zeer geavanceerde achtergrond als wezen. En daar liggen wat belangrijke missies en gevoelens in opgeslagen. En wat ik zie, dat is wel heel erg bijzonder wat ik daar zie, is dat daar ook vormen in liggen die activatievelden zijn van het bewustzijnsveld. De bewustzijnsvelden, er zijn triljarden bewustzijnsvelden waar we uit bestaan, oorspronkelijk uit opgebouwd zijn. En elk bewustzijnsveld bestaat ook, wordt gecodeerd met glyphs en met codes. En daarbovenin, en dat is een hele mooie, dat is het 28ste bewustzijnsveld, de broncode van het 28ste bewustzijnsveld. En ik zie dat ze dat ook heel mooi getekend heeft naar de hypofyse. Dus dat is een activatie vanuit onze pijnappelklier, waar invoegingen in lopen, dat het 28ste bewustzijnsveld zich wil laten zien. En dus denk ook in relatie tot de film van de Matrix, dat er achter de schermen grote positieve krachten zijn, die door de scheuren van de kunstmatige intelligentie via ons gevoelsbewustzijn tot ons spreken en initiaties geven om iets te tekenen, te schilderen of te knutselen, het maakt niet uit, timmeren, dat er dus iets hierin wordt gebouwd vanuit je handen, zeg maar. Dat kan niet vanuit de computer, kan alleen maar vanuit je vlees en bloed. Dat het uit die cellen komt, van je, ook van je fysieke lichaam. Waar dus die codes naar voren komen, die dus iedereen ook activeert en initieert. Dus we denken dat we een gezicht zien met een hanger. Dat is er ook, maar dat is veel meer dan dit. Het is net als met bepaalde graancirkels waar enorme bekrachtigende energievelden in liggen. Activerende krachten. Mooi hoor, Riet, dankjewel. Ja, mooi, hè? Ja, heel mooi. Heel fantastisch. Mooi. Ja. Wat een cadeau om dit in de uitzending te hebben. Ja. Geweldig. Nou, ik denk dat we een beetje aan het einde zijn gekomen van de uitzending. Klopt. Althans, dat maken we er dan gewoon zelf maar van. We gaan de volgende keer verder erop in. Geef alsjeblieft je feedback. Ook als je vindt van, nou, dat zou je misschien beter zo kunnen doen. Of ga daar maar meer heen. Alles is welkom. Zeker. Dank voor jullie bijdrage vandaag. En, Arjan. Bedankt dat ik er weer mag zijn vanavond. Ja, dat is een grote eer om jou hier in de studio te hebben. En een groot genoegen om het samen met jou te doen. Om het samen mooi te maken. Ja, en absoluut. Ook samen met de redactie en alle mensen die het mogelijk maken. Het is natuurlijk iets wat enorm veel inzet vraagt. Ja, absoluut. Ik vind het fantastisch dat jullie dat met elkaar doen. Ja. En dat ik jullie gast mag zijn. Ja, dus dat is hartstikke mooi. Ik kan er nog wel even iets over zeggen. We hebben hier nu in Haren, ik denk dat er een kleine 25 mensen rondlopen. En daar worden door velen hele persoonlijke offers gemaakt om hier ook te kunnen rondlopen. Mensen die zeggen er, die hebben de banen voor opgezegd of die zeggen de banen voor op. Dat is echt fantastisch wat we hier met elkaar doen. We hebben hier een fantastische club mensen gekregen. En we voelen allemaal van, goh, we dragen iets bij aan het geheel. En dat is fantastisch om daar dagelijks in rond te mogen lopen. Ja, vandaar ook de grote eer. Het is wezenlijk gedragen vanuit het hart. Ja. Heel mooi. Ja. Dus dank jullie wel voor het kijken en heel graag tot een volgende keer. Tot de volgende keer. Fijne avond. Dag. Fijne avond.